Welkom bij Forum Inside, nieuwe aflevering. Ik moet beginnen met excuses, want jullie horen, ik ben nog steeds een beetje nasaal. Maar vorige week, toen was ik echt niet lekker. Ik zat onder de ibuprofen, waardoor je ook ziet dat mijn mimiek wat trager is. En ik heb die nacht ontzettend lekker geslapen. Maar ja, nog niet helemaal beter, wel een heel stuk beter. Het heerst trouwens, ongeveer half Nederland ligt in de lappenmand. En ook bij Forum is volgens mij ongeveer iedereen de afgelopen 10 dagen ziek geweest. Maar ik ben weer boven Jan en nou, heel veel mensen hebben het wel gekeken, maar zag we opmerkingen. Dat was dus wat er met mij aan de hand was. We hebben hier vandaag nieuwe gasten, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ralf Dekker is erbij, maar ook Anton van Schijndel. En Anton is ons gemeenteraadslid in Amsterdam, maar je bent ook een zeer ervaren politicus. Je bent Tweede Kamerlid geweest in de tijd van Bolkestein nog bij de VVD. Je hebt ook gewoond en gewerkt in Brazilië, een van de spannendste landen op dit moment. Misschien gaan we het daar ook nog even over hebben, maar okay. We gaan zeker ook hebben over Amsterdam natuurlijk, wat daar allemaal speelt met onze favoriete burgemeester Femke Halsema. En Ralf, we beginnen natuurlijk elke Forum Inside met een traditionele blik op jouw wijnkelder of een iets uit jouw wijnkelder, moet ik zeggen. Ja, dit is een Chardonnay uit de Pfalz. Die hebben we al een keer eerder genomen, helemaal in het begin. En die blijft toch heel lekker, vind ik. Dus ik schenk er gewoon nog een keer. Fantastisch, Ralf. Dankjewel. We hebben ook hele leuke post binnengekregen. Namelijk van Henri van Gol, de scheermonnik. 100% eerlijke, ambachtelijke Nederlandse scheerzeep. Ik zie meerdere pakketjes, waaronder een scheerpakket voor Ralf Dekker. Ja, Ralf, jij ziet er natuurlijk altijd aanpakkabelen uit. Maar je hebt bij deze, ik heb er ook een volgens mij. En voor Pepijn van Houwelingen. Opmerkelijk genoeg niet voor Gideon en Freek, want dat zijn eigenlijk de enige twee die wel een beetje een baardje dragen. Maar misschien is dat ook de reden dat ze geen scheerset hebben gekregen. Wat leuk, wat ontzettend aardig van Henri. En dit is wel echt gek. Moet je kijken hoe cool dit is. Thierry, als blijk van waardering voor je enthousiaste, energieke optredens bij Forum Inside. Hier alvast veel scheerplezier. Claudia en Henri, wat ontzettend aardig. En moet je kijken wat een mooie... Moet je kijken, Anton. Dit is, als dit is wel heel tof. Dit is wel heel tof. Nou, ik ga daar binnenkort een keer een scheersessie mee doen. Ja, dat is wel heel erg leuk. Hartstikke bedankt. Wat ontzettend aardig. Wat leuk. Ik ga deze ook aan Pepijn doen toekomen. En we hebben ook nog andere post gekregen. Wat zit hier allemaal in? Kijk. Cartoonplukker. Even kijken, de brief. Cartoonplukker. Goedendag heren, complimenten voor het blootleggen van de realiteit van de politiek. Jullie praatprogramma Forum Inside is de enige talkshowtafel waar je maag niet van omdraait. Nou, dat is wel heel aardig en dat is waar. Om jullie garderobe bij Forum Inside wat uit te breiden, stuur ik wat t-shirts toe. Ik ben een van de cartoonisten van Gezond Verstand. Dat is het prachtige blad van Karel van Wolveren. Ben je daar al op geabonneerd? Ik koop het in de ACO van tijd tot tijd. Nou, we gaan meteen even abonnee worden dan. Okay. En vol met cartoons. En dit is een van de cartoons. Hartstikke leuk. Wouter Wolt. Dankjewel, Wouter Wolt. Is wat ontzettend aardig. En wat leuk, wat is dit? Dit is Klaus Schwab. Klaus Schwantz. Hartstikke goed. Freedom Fighter. Dit is een soort van Street Fighter persiflage. Kop in het zand, mondkapje op. Hartstikke leuk. Het is toch leuk dat zo over mensen zo creatief. Oh, dit is ook wel goed. Een overduidelijk iemand met een hoepel en een mondkap die mensen die gewoon normaal doen wappies noemen. Ja, wie is hier nou de wappie? Wat ontzettend leuk. Wouter, wat aardig, wat leuk. We gaan zeker dit dragen. Als het niet in deze show is, dan zeker bij het sporten. Dus ik ben er heel blij mee. We hadden nog niet getoast op de gezondheid van onze tafelgasten allemaal, jongens. Ja. Gezelligheid. Cheers. Ben jij nog ziek geweest, Anton, of niet? Nee. Ik vind het ook een labband. Ja, maar ik krijg dan, ik weet precies hoe dat gaat. Dan heb je dus 8 ibuprofen op. En je systeem gaat gewoon, je wordt trager en het ziet er. Dus het was niet helemaal 100%. Maar het is nu weer, ben ik weer beter. Jongens, we gaan het hebben over een heleboel leuke onderwerpen. Maar laten we even beginnen. Hebben jullie nog iets met die excuses die worden aangeboden? Ja, dus dat is ingezet vanuit Amsterdam 2 jaar geleden. Ook artikelen in de New York Times erover. Van Amsterdam gaat excuses aanbieden. Daar is het begonnen. Hè? Daar is het begonnen. Er is daar een heel lang debat over geweest. Ik heb daar het minderheidsstandpunt uiteraard vertegenwoordigd. Geen excuses. Het leidt tot verzoeken om herstel,
afdaling. Het zet bevolkingsgroepen tegen elkaar op. Ga maar door. Jij hebt toen nog een artikel volgens mij over geschreven. Een opiniestuk in... Dat was een interviewtje in de New York Times. Oh, je was geïnterviewd in de New York Times daarover. Ja. Jij was natuurlijk, Forum is altijd zo'n beetje de enige die het gezonde verstand standpunt. Maar dit ook, jij was de enige die daar uitgesproken tegen was. Ja. En je hebt gelijk gekregen. Want jij zei, als we dit pad op gaan, dan gaan we straks moeten we aan elke Surinamer geld gaan geven. Aan elke nazaat van ooit iemand. Ja. Het wekt de illusie van herstelbetalingen. Ja. De illusie. Dat, dat gaat gewoon niet komen. Nou, of dat mag niet gebeuren. Hè. Dat gaat nu dus wel. We hebben heel duidelijk gezegd van excuses onnodig. Maar meer aandacht over dus de vaderlandse geschiedenis en de koloniën. Hè, Nederlands-Indië en in de West. Dat is prachtig. Dus daar moet je in ere houden. Wat ik vind, ik zag hier, ik heb wel eens kritiek op Jordan Peterson gehad, maar ik zag een onwijs goed filmpje van hem. Ik dacht, ja, het is toch wel een hele goede vent. Hij zei, ja, je moet niet vergeten dat ongeveer iedereen in het Westen, ook in Europa, voor 1900 was straatarm, leefde feitelijk in economische slavernij. Ja. Was gewoon horige, was een fabrieksarbeider, werkte op het land zonder iets te makken. Mm-hmm. En het hele idee dat wij dan met z'n... En een enkeling, weet je wel, heel veel geld van zo'n spreken, paleizen, dat soort dingen. Maar het idee dat wij met z'n allen schuldig zijn aan dat soort dingen. Ja, wij zijn net zo goed slachtoffer geweest van uitbuiting. We zijn natuurlijk veroverd door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. We zijn bezet door de Spanjaarden honderden jaren geleden. Dus, hoe ver wil je teruggaan? Het is zo... Ja, het is een heel klein groepje hele rijke kooplieden, gespecialiseerd in overzee en regenten. Hè, want dat liep in elkaar over in die 17e eeuw. En dan wordt dus de stad Amsterdam met zijn stadsrechten van toen, wordt gelijkgesteld met de gemeente Amsterdam of de Nederlandse overheid hè, als rechtsopvolger. Nou, het slaat helemaal nergens op. Het is gewoon buiten elke sociologische realiteit. Ik vind het ook zo raar. Het maakt mensen boos. Het wekt ook de indruk dat wij, dat mensen die nu zwart zijn, nog altijd achterstand zouden hebben of nog steeds. Vanwege het kolonialisme. Ja, maar dat is natuurlijk ook. Ja. Mensen moeten gewoon hier nu kansen krijgen en gelijke rechten enzovoort. Dat is absoluut. Maar toch niet omdat mijn bed overgrootouders. Misschien slaaf zijn geweest of wat dan ook. Dat daarom ik nu. Ja. Het is toch waanzin. Nee, maar het is ook een beetje. Het geeft ook een soort negatieve energie. Ja. Het is het cultiveren van slachtofferschap. Ja. En dat brengt ook de zogenaamde achterstandsgroepen niet vooruit. Hè? Je bent er dus terug aan het kijken om. Terwijl je moet vooruitkijken, naar mijn gevoel. Hè? Dus het is ook een hele, hele weinig positieve benadering, überhaupt. Terwijl. Het Westen is volgens mij juist de entiteit geweest die slavernij heeft afgeschaft. Dat is het bijzondere. Ja. Er is nu volgens mij in totaal meer slaven op de wereld dan ooit tevoren. Alleen die wonen niet in Amerika of in Europa, maar bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, in Afrika, in China. Mm-hmm. Er zijn talloze landen waar je... Trouwens, jij in Brazilië gewoond, hè? Ja. Daar heb je toch ook mensen die zijn zo ontzettend arm. Die hebben waarschijnlijk niet eens één maaltijd per dag is al veel, bij wijze van spreken. En die leven daar in die Minas Gerais of bij de sojaplantages. En er komt ook veel semi-slavernij voort. Dat je eigenlijk gebonden bent. En je moet in de winkel kopen van het bedrijf. Ja. Je moet huren van het bedrijf waar je werkt. En die mensen zijn een soort horig gebonden aan de grond. Uitbuitingspraktijken tot en met, dat is serieus. Maar niet in de westerse samenlevingen, waar mensen toch veel meer kansen krijgen dan zeg in een slavenland zoals Mauritanië, om een ander land te noemen in Afrika, wat er nog steeds is. Waar komt het dan vandaan dat wij dat allemaal maar... Schuldgevoel. Waarom zijn we er oppervlakkig toen? Schuldgevoel. Oppervlakkig feel, wanna feel good schuldgevoel. Ja, dat is dit. Het is toch, het gaat toch niet meer dan een centimeter diep dit? Nee. Zouden ze echt wakker liggen van dat verleden? Zouden ze echt denken van, ah... 600 jaar geleden, wat er toen gebeurd is. Ja, het is ook iets wat erg wordt bekrachtigd door, nou ja, zeg, reguliere media.
dat dit toch heel gewichtig is en het krijgt heel veel aandacht. We zitten in een oorlogssituatie in Oekraïne en er komt ontzaggelijk veel op ons af. We kunnen onze energierekening niet meer betalen. Precies, en dan gaan we daar over dat slavernijverleden en de schuld die we worden ingelost. Er wordt heel veel gesproken over het feit dat het onterecht is en dat wij helemaal niet schuldig zijn enzovoort. En dat is allemaal waar, maar voor de mensen die claims leggen, is het ook slecht, hè? Dat wou ik net zeggen. Want die kijken dus de verkeerde kant op. Die kijken terug en proberen daar nog wat weet ik vast, van verdienmodel uit te halen. En dat helpt je niet vooruit. Nee. Ik vind het naar twee kanten toe dus geen krachtiging van boosheid die onterecht is. Was in de Kamer over een motie die was kaag blijven in Den Haag. Ik zeg, dat was Dirk-Jan Epik. Vond ik wel geinig. Maar daar had Kaag geen zin in. Dat was in het kader van de najaarsnota. Maar die zou de volgende dag gewoon vertrekken natuurlijk. Ja, die dacht, ik ga lekker. Nou, die had volgens mij niet eens veel zin in. Maar goed, ja, die moest wel gaan. Jongens, ja. We hebben wat post. Naar aanleiding van Forum Insight heb ik een vraag over protesteren. Waarom is de wet en regelgeving voor jullie zo heilig? Er was laatst nota bene nog een avondklok. De wetgever heeft geen enkel respect voor de wet. Waarom zouden wij ons wel aan de regels moeten houden? Truitje. Nou ja, dat vind ik wel een mooi onderwerp. Want we hadden vroeger in de jaren 70, toen bestond ik al, jij ook trouwens Anton, hadden wij een heel debat over burgerlijke ongehoorzaamheid. En dat had iets stoers, iets eigenzinnigs, iets moderns, zeg maar. Iets links. Het was de voorbode. Hans Gruiters heeft daar toen een heel verhaal over geschreven in het kader van de oprichting van D66 en zo. En dat woord gebruiken we te weinig. We gebruiken nu andere woorden en die suggereren dat je eigen richting doet. Nee, eigen richting is heel wat anders. Ja. Natuurlijk wijzen we dat allemaal af. Maar burgerlijke ongehoorzaamheid in de zin van, als het niet echt afdwingbaar is, hoef ik me niet aan dingen te houden. Dat soort, je kunt natuurlijk heel erg verstorend en ontregelend bezig zijn zonder strikt genomen de wet te overtreden. Ja. En dat is eigenlijk burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja. En in sommige gevallen, als je het gevoel hebt dat er toch heel veel unfairness bestaat, net als de linkse activisten die zich vastlijmen op de weg of zoiets dergelijks, kun je dat inderdaad gaan doen. Hè? Maar ik stel wel vast dat als de linkerkant van de samenleving dat doet en inderdaad zich aan een schilderij vastplakt of iets dergelijks, dan wordt er toch met enige vergoeilijkende glimlach naar gekeken. En als er mensen zijn die zich met parapluutjes ophouden op het museumplein waar het niet mag, dan is alle humor is verdwenen. Zoeken, ja. Dus het heeft wel iets meten met twee maten, vind ik. Ja. We hebben er uitgebreid over gehad. Telkens opnieuw in de gemeenteraad. Maar de burgerlijke ongehoorzaamheid. Dus de criteria van 68 daar, Kees Schuit. Ja, dus moet geweld, mei 68. Het moet geweldloos zijn. Het moet gaan om een heel ernstige misstand. Dus de inbreuk op grondrechten. Dat is een misstand. En het moet, je moet bereid zijn om je daarover te verantwoorden. Ja. Over die acties en zo. En die bereidheid was er gewoon. Dus de burgemeester dus keer op keer met haar noodbevelen vanwege in de open lucht de 1,5 meter wordt genegeerd. Ja. En dus op een gegeven moment is ze daar. Maar tenzij het Black Lives Matter was. Toen Black Lives Matter wilde demonstreren, toen mocht het gewoon, toch? Ja, maar toen heb ik de burgemeester ook verdedigd. Want uitstekend. De burgemeester had gewoon een situatie met in de open lucht, windkracht 3, een zonnetje schijnt, geen veldje aan de lucht. Ja, maar dit is wel interessant, hè? Want dat hele burgerlijke ongehoorzaamheid, dat was ook iets wat volgens mij Ollongren of zo iemand, toen ze wethouder was, zei ze ook, nou, als deze wetgeving wordt doorgevoerd, dan splitsen wij ons af. Dan doen we gewoon Republiek Amsterdam. En ook de Boerka-wetgeving, dat wilde Femke Halsema niet implementeren. Ja. En dat is bestuurlijke ongehoorzaamheid. Bestuurlijke ongehoorzaamheid. Ja, maar daar heb ik ook voor gepleit. Ja, maar dat is precies Ralf zijn punt volgens mij. Dat meten met twee maten. Ja. Als zij het allemaal doen en als wij zeggen, jongens, wacht even, sommige regels zoals die avondklok of de mondkapjesplicht, dat vinden we zo belachelijk. We vinden niet dat we ons daaraan moeten houden. Dan zijn we staatsgevaarlijk. Ja, precies. Hè? Dat wordt als staatsondermijnend wordt dat gezien. En dan denk ik, ja, de kabouters zijn ook zo'n mooi voorbeeld. Hè? Je werd onlangs vergeleken met de kabouters. In de tijd, hè? Dat was Van Duin, hè? Weet je wel? Ja, Roel van Duin. Roel van Duin. Die trouwens prima Chopin speelt op zijn piano. Ja. Is dat zo? Ja. Oké, kijk eens aan. De gelijkenissen stapelen zich op. Hè? Ja, maar in ieder geval, dat was ook zo'n ludieke beweging. Die werd toch wel met wat, ja,
wat vrolijkheid bezien. Terwijl die ook burgerlijke gehoorzaamheid predikte. Hè? Dus, ja. Achteraf is overigens over hem wel bekend geworden dat de geheime diensten hem enorm achter de schermen hebben dwars gezeten en van hem een quote-unquote diepvriesfiguur wilde maken. Hè? Waar niemand mee te maken had, geen baan. Dus achteraf heeft hij ook nog wel over geschreven dat hij verbaasd was dat toen de files, weet ik veel, 30, 40 jaar later openbaar werden, dat hij echt dacht van, wow, waren er zoveel mensen in mijn vriendenkring op mij aan het spioneren en dat soort. Oh ja, echt DDR-achtige praktijk? Ja. Hey, Rob vraagt, zullen we met z'n allen op zo'n FVD carnavalslied gaan stemmen voor de top 2000? Wat een ontzettend leuk idee. Op onze YouTube staan onze carnavalsliederen. Namelijk, laat geen prik in je arm. En zo hebben we er nog een aantal. Iedereen kan het opzoeken. Heel leuk. Alexander wil weten. Zoals je waarschijnlijk wel weet, onthoudt Trump zich volledig van alcohol. Overigens, Trump heeft zich opnieuw kandidaat gesteld. Met een heel interessant statement over vrijheid van meningsuiting. Het ontmantelen van allerlei social media kartels, het openbreken van de invloed van de FBI op de sociale media. Ik weet niet of hij het gaat redden, maar een interessante schwung. Ja, het is wel interessant. Dus die concentratietendens zie je in Nederland ook. Hè? Dus je hebt twee grote mediabedrijven, dus de reguliere. Mediahuis, waar de Telegraaf bij zit, en DPG, waar Volkskrant, Parool, Trouw bij zitten. En dat is het dan. En er is toch een gelijkheid van geluiden die daar uit die kranten komt, die verontrustend is. 30 jaar geleden, 20 jaar geleden, hè, Bolkestein, ga maar door, was veel meer ruimte in het publieke debat. Dus de perken van het publieke debat waren veel ruimer getrokken dan nu het geval is. Ja. En hetzelfde wellicht ook in Amerika. Ja. En de Twitter-files is ook interessant, hè? Ja. Die nu naar buiten komen. Je kunt zien dat shadowbanning van republikeinse geluiden in de tijden van Trump en aanverwanten gewoon echt aanwijsbaar plaatsvond. Mm-hmm. Dat is gewoon keihard beïnvloeden van de verkiezingen natuurlijk. Ja. Hè? En dat komt dan nu heel laat naar buiten. Iedereen vermoedt het al wel, die er een beetje tegenaan keek. Maar het wordt nu gewoon keihard duidelijk. Ja. Het is toch wel beangstigend. In Brazilië ook, hè? Dus het electorale college die bepaalde campagneuitingen van Bolsonaro kwalificeert als nepnieuws, verboden. Ja. En dan krijg je beslagleggingen op je bankrekeningen en ga maar door. Dus hij was een beetje op achterstand. En ik kan me voorstellen dat je daar als verslagen kandidaat uiting geeft aan je onvrede over wat dus die de hoge rechters zijn het vaak. Hè? Hoge rechters die willen invloed uitoefenen op het politieke proces. Maar Je moet trouwens niet vragen wat ik daar deed in Brazilië. Wat deed je daar in Brazilië? Ik durf het haast niet te zeggen. Ja, iets met elektrische auto's? Nee. Je was toch in de houthandel? Nooit. Je was vertegenwoordiger van de universiteit? Ja, dat was het. Maar dat welke universiteit? Okay. De afdeling epidemiologie. Nee. Van Erasmus Medisch. Werk je voor Mario Koopmans? maar dat was heel interessant. Want de Brazilianen zijn heel goed in infectieziekte. Wij zijn daar heel slecht zo in. Waar, zo. En wij zijn goed in chronische epidemiologische problemen van cardiovasculair en kanker enzovoort. En dus die twee landen, Holland en Brazilië, kunnen heel veel van elkaar leren. Dus ik heb gemerkt dus dat de infectieziekte epidemiologie in Nederland is gewoon de pits. Men blijft gewoon in die blikvernauwing 2 jaar lang nieuwe inzichten. Er wordt niks mee gedaan. En de pers die vindt, die gaat het niet allemaal zelf uitzoeken. Gaat niet op zoek naar andere meningen in Amerika of in Duitsland. Nee, nooit. Nee. Pers volgt altijd mainstream. Niet. Maar de vraag ging eigenlijk over Donald Trump en alcohol. Want Donald Trump is geheel onthouder. Zelf houden jullie wel van een borrel. Hoe kijken jullie naar Trumps visie op alcohol? En hoe denken jullie dat hij naar die van jullie kijkt? Dat is misschien wel het perfecte bruggetje naar het debat over dit onderwerp wat ik had met Segers deze week. Wat misschien wel leuk is om even te laten zien. Het ging over leefstijlpreventie. En dat is ik vind het zo'n interessant onderwerp, want dat is namelijk 40 jaar geleden
een ambtenaar met een minister die dacht, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon kijken, wat zijn nou de belangrijkste oorzaken dat mensen in het ziekenhuis terechtkomen? Wat zijn de belangrijkste doodsoorzaken? Wat is de gemiddelde levensverwachting? Laten we dat even ongeveer in kaart brengen. Zo begint dat in 1970 of zo. En een paar jaar later wordt dat jaarlijks. Dan gaan ze minimumstandaarden opstellen. Dan gaan ze bepaalde zaken aan banden leggen. Maximum consumptie van dit. Leeftijdsgrenzen voor dat. En 40 jaar, nu zitten ze, wat willen ze? Preventieteams om bij bejaarden te kijken of er genoeg gedaan wordt om een huiselijke val te voorkomen. Sensoren om decibellen te meten bij thuisfeestjes, zodat de box de geluid niet te hoog staat. Suikertax. 80% van de sportkantines alcoholvrij. Een gehele rookvrije generatie kinderen die nu geboren worden, die moeten de geur van tabak niet meer herkennen. Of smerig vinden. Ja, precies. Mm-hmm. Nou, en nog echt 10 dingen. Dat je denkt, nou, dit is de totale controle over het leven. Mm-hmm. Vanuit een soort overheid die dat misschien min of meer goed bedoelt. En die ambtenaren en die Kamer die dan elke keer maar weer het een stapje verder brengen. En ik dacht ook, dit is ook weer waarom FVD zo uniek is. Want daar zit dus ook de PVV bij. En de enige wat die PVV kan zeggen is, ja, maar jullie hebben anti-rookbeleid, maar geen anti-shisha-lounges-beleid. Weet je wel? De moslims moeten ook gepakt worden. Verdomme, hè? Ja. Dat. En ik weet zeker dat als BBB of Ja 21 of zo had gezeten, die waren ook gewoon meegegaan in dat spoor. Gewoon regels maken. Misschien hier een accentje anders. Maar nou, kijk anders even wat ik deed tegen Gert-Jan Segers. Dank u wel. Ik vroeg me af of de heer Segers zou kunnen definiëren wat gezondheid voor hem betekent. Wat is zijn definitie van gezondheid? Dat is een hele brede vraag. Ik zou zeggen dat je gezond voedsel, waarvan we weten dat het gezond is, dat je dat tot je kunt nemen. Dat betaalbaar is. Dat je niet verslaafd bent aan roken. Dat je niet verslaafd bent aan middelen die gezondheid aantasten. Maar dat je in die zin in een gezond lichaam en met een gezonde geest een goed leven kan leiden. Ja, deze definitie wordt wel tautologisch genoemd. Hè? Dus wat is gezond? Ja, dat je gezond eet. Wat is gezond? Dat je een gezond lichaam hebt en een gezonde geest. De kwestie was nou juist wat dat ene woordje betekent, gezond. Hoe wordt gezond gedefinieerd? En de reden dat ik het vraag om de heer Segers wat op weg te helpen, is dat ik ervan overtuigd ben dat in al deze stukken en ook tijdens dit debat van vandaag een hele enge, hele beperkte definitie van gezond wordt gehanteerd. Namelijk alles dat bijdraagt aan een zo lang mogelijke voortduren van het materiële bestaan, zoals wij dat kunnen meten met de medische meetinstrumenten. En ik denk dat dat zo is. Ik denk dat de heer Segers die definitie hanteert van gezond. En mijn vervolgvraag zal dan zijn, maar daar lopen we vooruit, maar is dat niet een te beperkte definitie? Moeten we niet een veel breder begrip hebben van wat bijvoorbeeld levensgeluk in algemene zin is? En zou het zo kunnen zijn dat wij met onze obsessie voor lichamelijke gezondheid misschien wel de gezondheid van de ziel in brede zin tekort doen? Hele interessante vraag. En dan denk ik ook even terug aan een eerdere interruptie van de heer Baudet. Namelijk waar het toch een beetje op neerkwam, alle grote boeken en alle grote staatsmannen. Dat komt voort uit excessief alcoholgebruik. Dat was ongeveer, denk ik, de samenvatting. En ik waag dat te betwijfelen, dat een goed boek staat of valt met stevig alcoholgebruik. Sterker, als je kijkt naar de maatschappelijke schade en ook lichamelijke schade van alcohol, dan is dat dramatisch. Dan is dat echt, echt heel slecht. En dat associeer ik op geen enkele manier met gezondheid. Het maakt je ook niet vrij. Want je hebt namelijk een verslaving. Je hebt namelijk een drang om iedere keer te drinken en meer te drinken en te blijven drinken. Met heel veel negatieve gevolgen, ook voor je directe omgeving. Heel veel agressie komt daaruit voort. Ja, er kan hier en daar eens een keer een goed boek worden geschreven. Maar het staat echt niet in verhouding tot het uitgaansgeweld, tot de rekeningen die bij het ziekenhuis moeten worden betaald en het verdriet wat mensen in de naaste omgeving hebben. Ik vind het niet in verhouding tot elkaar staan. Dus het klinkt heel verheven, hè, van nou ja, we moeten toch vooral inderdaad het misschien een beetje anders bekijken. Ik denk dat een gezonde geest en een gezond lichaam alles met elkaar te maken hebben. Meneer Baudet, voor de laatste interruptie. Dank u wel. Ja, dus
Je hebt dan aan de ene kant de vraag of al die maatregelen helpen. Hè? Dus dat, ik waag dat te betwijfelen. Ik denk dat als je het gewone gebruik van alcohol bijvoorbeeld of roken band uit het normale opgroeileven van jonge mensen enzovoort, dat je juist coma drinken krijgt en juist excessief drinken. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld landen als in Scandinavië, waar alcohol veel meer uit het normale leven is, Verenigde Staten ook, daar worden mensen veel excessiever dronken dan in Spanje, Frankrijk, Italië, waar het onderdeel is van de normale cultuur. Dus op dat niveau ben ik het al helemaal niet mee eens. Maar ik voeg denk ik toch iets veel breders, veel algemeners. Het gaat niet over bijvoorbeeld het belang van verliefd worden, waar alcohol toch wel bij helpt. Het gaat niet over de waarde van vriendschap, waar allerlei middelen, ook ongezond eten, een uitgebreide maaltijd met veel vlees enzovoort, dat draagt allemaal bij tot ontwikkeling van vriendschap, tot immateriële goederen in het leven van mensen. En ik vind het zo opmerkelijk dat er is helemaal geen oog voor. Hè? Er is helemaal geen oog voor. Het gaat alleen maar over dat meetbare, wat wij kunnen meten. Dat moet omlaag. Als je meer dan 6 glazen wijn per week drinkt, dan ben je een zware drinker volgens deze documenten. Een zware drinker. Dus als je 1 fles alcohol, 1 fles wijn per week drinkt, ben je een zware drinker. En dat moeten we terugdringen. Dat is gevaarlijk, dat is slecht. Ik vind dat zo beperkt. Ik vind dat zo'n beperkte visie op het leven. Kan de heer Segers, die toch in de christelijke traditie staat, waarin het Dionysische element toch ook een plaats heeft, daar niet een beetje in meevoelen? Nou, was wel een erg lange interruptie, maar goed. Meneer Segers. Het christendom in de Dionysische traditie, dat waag ik te betwijfelen. Maar daar kom ik zo op terug. Vriendschap en een goede maaltijd, ja, dat hebben die hebben heel veel met elkaar te maken. Dat is absoluut waar. Maar alcohol, dat leidt echt tot heel veel tranen. Veel meer tranen dan tot vriendschap. Ik ben niet in de positie om u pastoraal toe te spreken, maar ik zou er bijna toe geneigd zijn. Matig echt. Echt, doe het niet. En dan wil ik toch inderdaad ook, dan wil ik toch ook nog een schriftwoord. Ik word nu echt expliciet uitgedaagd op mijn christelijke basis. En ik spreek er heel graag over. Zeker als de heer Baudet mij daarop bevraagt. Omdat hij recent ook nog inderdaad hele kritische noten kraakt richting het christendom. In Efeze 5 staat, vers 18 zelfs weet ik uit mijn hoofd, staat de tegenstelling wordt niet vol van wijn, maar wordt vol van de Heilige Geest. Net leek de heer Baudet die twee op één hoop te gooien, dat je heel veel geest hebt als je heel veel drinkt. Paulus die onderscheidt heel nadrukkelijk. Drink nou niet te veel, want dat leidt tot losbandigheid. Maar wees vol van de Heilige Geest. Dat is wat hij zegt. En dat is mijn pastorale woord aan de heer Baudet. Dank u wel. Vervolgt uw betoog, meneer Segers. Ja. 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 Ja, dat we ook het symposium bij kunnen halen. Ja, Plato, ja. Ja. Ja, zeg het maar, jongens. Nou ja, ik vind het een fundamenteel debat. Want het is exact het probleem wat mij betreft. Dat er inderdaad gekeken wordt naar... Het zijn niet voor niks genotmiddelen. Hè? Mm-hmm. En het gaat dus om het genot wat je hebt van die middelen. Zijn even genotmiddelen. En genot wordt als het ware... Ja, dat is niet meetbaar. Dus mm-hmm. Dat wordt verder buiten haken geplaatst. En dan kijk je wat daar verder eventueel de lichamelijke lange termijn effecten van zouden kunnen zijn. Ja, misschien wel negatief, moeilijk te zeggen. Dus alle genotskanten, alle leuke kanten eigenlijk, die worden buiten haken geplaatst. Die horen niet in dat debat thuis. Het gaat nu puur even over de mens als chemische machine. Mm-hmm. En dan zeg je, ja, maar dat is precies de verkeerde oriëntatie. Ja. Dus ik vond dit een fundamenteel punt. Maar ik heb de rest van het debat ook bekeken. En je ziet dan allerlei mensen zeggen, ja, roken moet kunnen. Het is een eigen keuze. Het is alleen te duur en kan niet goedkoper worden. Dat soort dingen. Mm-hmm. Maar er is helemaal niets van deze kant, die in mijn ogen inderdaad essentieel is, die wordt geraakt. Helemaal niks. Ja. De benadering is louter technocratisch. Ja. Managerialism en kostenbesparing. Dat kan je meten. Heel Oscar belangrijk. Wilde zei, een cynicus is iemand die van alles de prijs ziet en van niets de waarde. Ja. En dat is ook een beetje het gevoel dat je krijgt. Ze zien overal de prijs van. Mm-hmm. Overigens geloof ik dat de risico's van bijvoorbeeld roken schromelijk en systematisch worden overdreven. En dat ook als je gaat zoomen op die medische data, wat dan mm-hmm. zogenaamd waar ze mee schermen. Ik ben ervan overtuigd dat daar, net als met corona en met die vaccinatie en zo, als je daar induikt, dan is het er zoveel grijstinten waar helemaal in die statistiek geen rekening mee wordt gehouden. En
Ja, jij bent geloof ik een tijdje commissaris nog geweest bij Philip Morris. Dus je bent misschien niet vrij om over dit onderwerp te spreken. Maar je bent inmiddels een geheel onafhankelijk man. En nou, nee, maar ook nog jarenlang gerookt met veel plezier. Het gekke is dat ook Philip Morris is ongelooflijk rabiaat. Anti-sigaretten. Het moet om een rookloze toekomst enzovoort. Dit en dat. Want die willen allerlei alternatieven. Harm reduction, dat soort zaken meer. Dus die zijn romser dan de paus. Gelukkig blijven heel veel mensen roken. Gelukkig voor Philip Morris dan. Dus dat blijven we doorgaan. Maar het is niet. Ik dacht dat daar een hele, ja, hele cynische organisatie zou zitten. Met mensen die gewoon privé bakken met sigaretten. Dat is helemaal niet waar, hè? Okay. Ze zijn allemaal ontzettend braaf. Ontzettend geheel onthouderachtig zijn ze bezig. Maar ik heb ook het idee dat bij roken, maar ook bij andere dingen. Er wordt dan geschermd met lange termijn effecten. En dan lange termijn 40 jaar of zoiets. Hè? Ja. We hebben geen idee hoe dat mechanisme dan zou moeten werken. Nee, nee. En 40 jaar roken, wat doet het met het lichaam? Geen idee. Weet je, er gebeuren zoveel dingen in 40 jaar. En er worden statistische zaken bijgehaald. Ik denk dan ook van ja, je voelt aan je water dat het nooit gezond kan zijn. Ja. Dat snap ik wel. Maar eigenlijk zijn de harde data zijn niet duidelijk. Mm-hmm. Zover ik het zie. Maar goed, dat mocht je nooit hardop zeggen bij Philip Morris. Hoor, want dat was wel zo en dat was helemaal niet aan de orde. Trust the science. Trust the science, precies. Ja, ja. Ja. Maar op populatieniveau, via de statistiek van de epidemiologie, kan je toch wel het een en ander opmaken. Maar op individueel niveau, ja, dat is niet. Nee, maar en het is natuurlijk ook zo. Kijk, je kunt, als je elke dag 2 pakjes peuken rookt, dan wil ik best geloven dat die longen daar wat. Mm-hmm. Maar als je af en toe een sigaret of een beetje wat meeroken, is natuurlijk wel een enorm spectrum van een zware kettingroker zijn. Of gewoon af en toe. Ja. Ja. Maar hetzelfde had ik dus met. Want ik zie hier dus een thema in waar ik wil daar meer mee gaan doen de komende tijd. Ik had zelfs met die trajectcontroles, infrastructuur, daar heb ik ook een debat over gedaan. Je ziet dus nu dat in Nederland verkeersveiligheid allerlei vage onderzoeken. Die zegt, ja, is dit nou een echt onderzoek of niet? Dat het een heel klein beetje veiliger wordt op de weg als je dus iedereen verplicht om 80 te rijden gedurende. Nou, is het. Ja, en dat is nog 20 vraag dus, hè? Of dat inderdaad helpt, want je zit meer op die 80 te letten op je medeweg. Ja, dus er zijn allerlei side effects en er zijn nooit double blind serieuze steekproeven gedaan. Het is allemaal heel erg natte vingerwerk. Maar goed, alsnog is het maar één waarde, namelijk het verminderen van het aantal dodelijke verkeersongelukken. Maar als je dat systematisch gaat doen, dan kom je uiteindelijk, je wil naar 0 verkeersongelukken. Nou, dan moet je gewoon eigenlijk het autorijden verbieden. Ja. Dan moet je mensen ook niet meer met de fiets laten gaan. Dat is hartstikke gevaarlijk, joh. Ja. Met de fiets, weet je wel hoe vaak mensen met de fiets ongelukken. Het kan toch niet zomaar? Ja. Voor je het weet, zit je in die mindset. En dat viel me zo op in dit debat. Daarom vond ik die interruptie leuk om te laten zien. Je krijgt die beroepspolitici eigenlijk niet uit dat trechterdenken. Mm-hmm. Zij zitten daar om een bepaald probleem, namelijk de onveiligheid in het verkeer of de risico's van eten, drinken, roken, feesten enzovoort, om dat in te dammen. En elke keer gaat het een stapje verder. Ja. Totdat je op een gegeven moment komt in gewoon in een soort plastic matrix gecontroleerde samenleving. Ja. En ik zie dat dus bijna elk terrein zie ik dat terug. Corona, in hetzelfde. Corona, iedereen moest op slot, want er kan wel eens een bejaarde verkouden worden. Maar ook in het gewoon alles in het onderwijs. Het gaat alleen maar over de drop-outs. Ja, en niet over de hoogvliegers, weet je wel, mensen vrijlaten. Alles, elk gebied van het leven. Maar dus de vrije rookruimtes in de discotheken afgeschaft. Door de rechterlijke macht, by the way. Dat was echt een hartstikke leuke plek. Om mensen daar eens even dus in zo'n afgesloten ruimte even te praten en minder geluid. Dat had een geweldige sociale functie. Nu moet je in de koude straat op. Ja. Dat is toch niet goed? En dat nota bene op basis van internationaal gezondheidsrecht van de Verenigde Naties. Dat zo'n rechter bedenkt van dus een medewerker die zelf niet rookt. En die moet dan die rookruimte schoonmaken. En dan rookt hij een beetje mee. Ach, en yes. Daarom moeten we dit afschaffen. Daar moet in heel Nederland alle ongelooflijk. Ja, nou ja, dat is al een gepasseerd station eigenlijk. Hè? Maar dat was natuurlijk in de tijd een hele fundamentele discussie. Ja. Dat je medewerkers had in de kroeg. Die dan zelf rookten, maar niet uit hoofde van hun baan blootgesteld mochten worden aan rook van anderen. Hè? Dat was dan de reden. Dat was uiteindelijk volgens mij de reden dat
nog een poosje cafés met eigenaar en bediener. Ja, ja. Die mochten nog wel, want ja, dat had je die situatie niet. Nou, dat is het meest krankzinnige. Ja. Ja, maar dat is, dus ook het uitbannen daar, alle genot uitbannen in verband met negatieve bijeffecten, vermeende negatieve bijeffecten. Maar het genot blijft wel uitgebannen. Dat is, ja. En ik zie hier wel echt een fundamenteel onderscheidend punt van FVD als politieke partij in het Nederlandse spectrum, hoor, hierin. Ik denk, wij zijn de enige die dit als zodanig benoemen. Echt, dit is het probleem van elke samenleving. Ook met de Europese Unie in feite. Ja. Dat is gewoon, zitten daar allemaal ambtenaren daar in Brussel. Jij bent je hebt een boek over geschreven, notabene. Het Europese wiel. Dat is precies wat ik bedoel. Een soort van wiel wat gewoon doorrolt. Mm-hmm. En ja, op een gegeven moment zegt die commissie namens natuurlijk, wij moeten in kaart brengen wat voor soorten er zijn in Europa. En dat moet gehandhaafd worden. Zie daar de habitatrichtlijn, de Natura 2000 gebieden. En voor je het weet ben je als Nederland al je boeren aan het onteigenen. Ja. Omdat er allerlei absurd... Ergens is er ooit is dat afgesproken, 30 jaar geleden. En ja, dat moet wel... En niemand kan daar meer buiten denken of zo. Nee. Maar dus met, wat zeg ik de hele tijd, met de allerbeste bedoelingen. Hè? Met de allerbeste bedoelingen. Ja, ze doen hun uiterste best. Dat is sneu eigenlijk. Breng er een heel klein beetje van die levensgevaarlijke bij. Ja. Maar je ziet dat de hoge ambtenaren van natuur en zo, het departement voor natuurbehoud van Nederland, ja. Die zien hun kans schoon 30 jaar geleden om, we krijgen mooie habitatgebiedjes, hè, met de verplichting om dat te gaan managen. En andere hoge ambtenaren letten even niet op, hè, dus het landbouwdepartement. En zo zit je in de allergrootste problemen. En als het beleid of als die regels er eenmaal zijn, nou, zie ze dan maar eens aan te passen. Krijg dan maar eens een uitzondering. Je moet dan echt een moment hebben dat je echt een onderhandelingspositie hebt als land. We hadden dat 2 jaar geleden vanwege dat enorme concessie werd gedaan over corona-herstelfonds. Echt 700 miljard voor Zuid-Italië en zo. Anyway, in een normale onderhandelingssituatie vraag je wat terug. Je gaat iets terugvragen als Nederland. Hè. Toen hadden we bijvoorbeeld over, want het arrest van de Hoge Raad was er al, 10 jaar uitzondering voor die nitraat, voor die stikstof kunnen vragen. Bijvoorbeeld. Of we hadden kunnen vragen van het gaat gewoon niet meer in Nederland met die asieltoestand. En het stroomt helemaal vol. Een derogatie. Derogatie vragen. Dat moet je gewoon doen. Heb je dus maar dat ander doet soort, Rutte niet. Precies, heb je een ander soort politiek leider nodig dan Mark Rutte. Ja, maar dan heb je ook Rutte politieke wil nodig. Hè? Want ik ben ervan overtuigd dat heel veel van die dingen met politieke wil kun je heel veel doen. Zelfs binnen de huidige regelgeving kun je nog heel veel kanten uit als je maar wil. Mm-hmm. Maar men wil gewoon eigenlijk helemaal niet. Mm-hmm. En dan wel een beetje piepen voor de buren, maar niet echt zoeken naar oplossingen binnen de ruimte die er bestaat. Rutte gaat gewoon weg van de minste weerstand, hoor. Ja, in de meeste gevallen wel. Ik prutel gewoon door en het gaat prima. Immigratie doet er ook helemaal niet toe. Het gaat erom dat het bedrijfsleven lekker floreert. Veel immigratie is goed. Druk de loonkosten. En een paar weken voor de verkiezingen gaat de VVD wel weer rechts praten. Fantastisch. En de mensen stemmen er gewoon door weer op. Ja. En denken, oké, nu wordt het anders. Ja. Het is werkelijk zo doorzichtig, maar heel veel mensen trappen erin. Hey Anton, jij bent natuurlijk ons Amsterdamse raadslid. Mm-hmm. Wat gebeurt er allemaal in de hoofdstad? Nou, we hadden gisteren geloof ik de Wallendiscussie, heel belangrijk. Dus Femke Halsema wants to make her mark. Ze heeft 2 echt grote, wat je kan noemen megalomane projecten. Het eerste is, de wallen moeten weg. Was er Asscher ook al mee bezig, of niet? Wat? Was er Asscher ook al mee bezig, met de wallen weg? Nee, dat was het uitkopen van panden en zo, voor hele hoge prijzen. Maar erotisch centrum. Misschien in Zuidoost, misschien in Zuid, potverdikkie. Of in Nieuw-West, vlakbij de haven. Dat gaat helemaal niet werken. Dus dat kan je vergeten. Dus het zou het idee zijn, het hele red light district... Ja, ontmantelen. Oppakken. Ergens anders neerzetten. Ja. Geen hond gaat naar zo'n centrum. Dat gaat gewoon niet werken. Dus die sekswerkers zijn ook hartstikke tegen. Die zijn tegen, want die willen in het centrum blijven. Haar andere megalomane project is van, namelijk onhandhaafbaar. Verbieden
coffeeshops om aan toeristen te verkopen. Dus alleen Nederlanders die zich kunnen identificeren, kunnen nog wiet kopen. Ja. Dat leidt tot een enorme uitbreiding natuurlijk van de straathandel. En de straathandel, hè, die dealertjes die je aanspreken, dat is erg veel overlast. Ja, dat ontstaat waarschijnlijk. Dus het werkt allemaal averechts. Dat laatste heeft de raad nu helemaal afgestopt. We hebben het nu over zaken als dus de ramen, dat daar gordijnen voor moeten komen. Oh ja, zodat de meisjes dan niet meer lastig gevallen worden, maar dat je wel eventueel met een QR-code kan zien wie er is en dan ook een reservering maken. Nou, is dat praktisch. Allemaal nogal technologisch, maar oké. In ieder geval dat erotisch centrum in Zuid of in Zuidoost of in Nieuw-West, dat ziet niemand zitten. Wat we dan verder inbrengen, hè, want er is echt in de binnenstad een groot probleem met de overlast van al dat brol- en zuiptoerisme, is verhoging toeristenbelasting. Hè. Dat is zo'n beetje de enige belasting waar Forum echt zijn hart aan heeft verpand. Die is namelijk inzetbaar om het af te remmen en dus een wat betere kwaliteit van toeristen hier naartoe te krijgen. Dus daar hebben we een rapport over besteld bij echt het absolute establishment in gemeenteland, adviesgroep Nederlandse gemeenten. Hmm. En dat is eigenlijk een goudmijn met nieuwe ideeën. Ik ben vooral erg gecharmeerd van het Mallorca-model. Wat erop neerkomt dat gedurende juni, juli en augustus, als de meeste toeristen er komen, om dan de toeristenbelasting te verdubbelen. Ja. Ja, dat is een behoorlijke rem op met name dus het wat laagwaardige toerisme. Dus niet iedereen weet dat misschien, maar de toerismebelasting is dus inderdaad als je een hotel boekt voor 100 euro en dan betaal je nog een tientje erbij. Ja. En het hotel betaalt dat weer door aan de gemeente. Yes. En de gemeente kan dat weer gebruiken om de straat schoon te houden. De alle andere dingen. Reiniging, ambtenaren, boa's. Ja. Kan je ervoor aanstellen. Toezicht houden. Je kunt inderdaad zeggen, denk ik, dat volgens mij heb je dat in het verre verleden ook al gezegd, dat Amsterdam eigenlijk veel te goedkoop wordt aangeboden. Hè? Ja. Mm-hmm. Gelukkig zijn die bierfietsen en zo, dat is dan geloof ik nu afgeschaft. Ja. Hè? Maar dat dit een soort oord is voor vrijgezelle partijen en dat soort dingen, is ook eigenlijk een beetje onzin. Het is natuurlijk een openluchtmuseum wat zijn weerga niet kent. Ja. Dat is natuurlijk heel raar om dat aan dat soort toeristen met name aan te bieden. Het is niet verboden, maar je moet wel proberen te stimuleren dat er juist een ander type toeristen komt. Hè? Ja, en wat mij interesseert, die plannen, hè, waar jij dan meer geld op geeft. Zijn dat de plannen van Halsma persoonlijk of is dat echt een GroenLinks-lijn die er... Dat is eigenlijk haar opvatting. Dus zij wil niet per se het GroenLinks boegbeeld zijn in Amsterdam. Dat is heel begrijpelijk, want ze moet de burgemeester van ons allen zijn. Ja, dat is het idee. En GroenLinks die voelt niks voor dat verbod voor de verkoop van drugs aan toeristen. Dus daar heeft heeft ze dan min of meer opgegeven. En GroenLinks voelt ook niet voor die terecht voor het verplaatsen, geloof ik. Wie is dan, zeg je GroenLinks, wie is dan de partijleider van GroenLinks in Amsterdam? Dat is Zeger Ernsting. De partijleider kan je zeggen, die zit in het college en dat is Rutger Grootwassink. Ja. Ja. De fractieleider is Zeger Ernsting. Ja. En die twee, die communistisch geslacht. Ja, ja. Zeker. En die geven dan een beetje tegengas aan Halsema. Ja. Dus, maar dat is eigenlijk... En de VVD druppelt achter als Halsema aan, omdat men denkt van ja, dat heeft iets te maken met meer law and order. En de beeldvorming is wel prettig van dit soort ideeën, die uitermate onpraktisch en averechts kunnen uitwerken, natuurlijk. Ja. En dat is het dan. Wat mij zo opvalt, ik woon ook in Amsterdam natuurlijk, dat er zoveel anti-autobeleid is. De stad is in een paar jaar tijd echt een stuk minder toegankelijk geworden voor auto's. Ja. Eenrichtingsverkeer, van die versmallingen waardoor je continu vaststaat. Het aantal parkeerplekken is radicaal verminderd. Ja. Ja, het lijkt mij dat alle winkels, het hele uitgaansleven, het hele MKB... Het is al helemaal gek van te worden, toch? Ja, het is erg slecht voor de bereikbaarheid van winkels in het centrum. Het is nog slechter vooral in de wijken of de stadsdelen Noord en Nieuw-West, die echt gebouwd zijn op
ja, dat je je verplaatst met de auto. Tegelijkertijd kachelt achteruit de kwaliteit van het openbaar vervoer net. Dus het wordt steeds lastiger voor mensen in Nieuw-West en in Noord om daar op bezoek te gaan of daar te winkelen. Ja. Dus de kosten worden hoger. En ja, dat is toch om de schatkist van de stad te spekken. Ja, maar ik doe dat dan liever met die toeristenbelasting, nou, zou ik zeggen. Nou, dat is precies. Nee, ik zag laatst een foto van de Elandsgracht in de jaren 70. Mm-hmm. Daar woon ik niet ver vandaan. En dan had je, Elandsgracht is nu zo'n middenberm met Johnny Jordaan en Tante Leen en zo staan erover. Weet je, dat is zo'n soort parkje is dat geworden. En dat was dus vroeger als een soort parkeerplaats. En dan zag je dus wat voor een gekkigheid dat was. Nou, dat was wel een chaos. Hoor. Die auto's op de stoep stonden. En het was echt een bende. En nu is het, ja, je kunt natuurlijk veel minder makkelijk je auto kwijt, dat is duidelijk. Maar het ziet er wel een stuk beter uit, hoor. Dat stukje zeker. Want dat was echt een ramp. Ja, dus die Amsterdammertjes, dat was dus eigenlijk een idee van Michael van der Vlis. Ja, dat is verkeerswethouder van de Partij van de Arbeid hier in Amsterdam. Dat was een goed idee. Dat was een zinnig idee. Ja. Dus niet alleen kommer en kwaad met de Partij van de Arbeid. Af en toe gebeurt er iets goeds. Maar niet vaak, maar heel af en toe. Okay. Maar is het zo erg dan als het chaotisch is met verkeer? Ik was laatst weer een beetje aan het rondreizen. Ik was op Sardinië en op Ibiza. Een beetje van die eilanden en een beetje in Spanje. Leuk. En van de zomer, hè, bedoel, lang geleden alweer. Maar daar kun je gewoon overal parkeren. En dat maakt het allemaal niet uit. Dan ging je zo naar het strand, met zo'n weggetje zo. Mm-hmm. En dan heb je zo'n stuk asfalt. En dan kun je overal waar je wil je auto neerzetten. En ik zei tegen Davide, in Nederland hadden ze het al lang met van die vakken. Mm-hmm. En dan waren er mensen geweest. En dan moet dan zo. En een rotonde en een richting. En dan moet draaien. Want stel je voor dat, puntje, weet je wel. Iemand daar zijn auto verkeerd neerzet. Wat dan ook. Maar uiteindelijk, het is zo heerlijk om niet dat gevoel te hebben dat je onderdeel bent van een geplande route. Maar dat je gewoon je auto een beetje. Je mist dat zo in ons land. Maar dat is wel waar. Dat is de andere kant van het verhaal. Maar vroeger mocht je ook gewoon onder het Rijksmuseum door met je auto. Ja. Ja. Hoe heerlijk was dat niet? Ja. Dan met 120 gewoon boem. Ja, ik heb een keer de scooter gedaan. Toen kreeg ik ontzettend dikke bonden. Ik had helemaal niet door. Dus voor en elke keer terug. Die scooter. Toen woon ik in Verlangen Amsterdam nog. Maar dat staat een heel groot bord. Die mag, maar ik had niks te zien. Dus ik kreeg keur met zijn scooter. Dan kreeg je €180 boete. Of zoiets. Gigantisch grote boete. Ja. Dus, nou, het is wel een interessant verhaal. Dus dan zie je de lobby van Amsterdam-Zuid. Hè, en ook de fietsers. Van wij willen behouden de onderdoorgang. Hè, terwijl oorspronkelijk de bedoeling van de Spaanse architect die het Rijksmuseum Kuipers? Nee, Kuipers was degene die het bouwde, maar het werd dus 10 jaar lang herbouwd. En oorspronkelijk was de bedoeling om die ruimte ook te gebruiken voor het museum. En dat is wel jammer, want het is een enorme collectie natuurlijk die het Rijksmuseum heeft. En eromheen rijden is een fluitje van een cent. Maar dat is toch dat je ziet dat de druk van buurtgroepen, dat maakt een boel uit. Dan gaat zo'n heel ontwerp toch eigenlijk, moet anders. En dat is terecht, hoor. Vind ik wel. Ja. Vind ik ook. Dat is terecht. Maar anderzijds, uit museaal oogpunt, is het niet ideaal. Waarom openen we niet gewoon een nieuw museum ergens anders? Het is toch veel leuker om meerdere kleine musea te hebben dan één heel groot. Ja, dat is ook de spreiding van het toerisme. Er moet een goed museum in Noord komen. Ja, iets met de 17e eeuw en de scheepvaart. En het belang van het kolonialisme, zo beetje. Dat soort dingen. hebben we nog meer punten, jongens, te bespreken? Ralf, heb jij nog iets? Nou ja, ik heb in de kamer gezeten. Het is bij mij een beetje chaotisch. Want ik werd geacht per 6 december af te zwaaien. Maar ik mag nu opeens weer 4 maanden langer blijven. Ja. Okay. Dus ik had allerlei afspraken al gemaakt en zo. Maar plotseling moet ik weer proberen mijn agenda te alignen met wat er in de Tweede Kamer gebeurt. Dus ik mis vervolgens allerlei dingen enzovoort. Maar ik had wel de najaarsnota. Daar heb ik nog wel een kort debat over gevoerd. En dat is wel interessant eigenlijk. Want dan krijg je dus de cijfers over 2022. Nu we ook de actuals zo'n beetje van het hele jaar hebben.
En dan zie je dus dat, wat je bij de provincie ook ziet, dat er heel veel onderuitputting is. Hè. Dus er zijn enorme budgetten gemaakt, maar die zijn lang niet helemaal uitgegeven, want er is onvoldoende personeel of weet ik wat. Er zijn miljarden over aan de ene kant. En aan de andere kant zijn er natuurlijk plannen om dat energieplafond en zo om dan uit te gaan geven. Dus het is een hele merkwaardige incidenteel versus structureel die je aan het uitruilen bent. Dus ik had daar een bijdrage over, nogal technisch, ook over hoe kun je nou door horizonbepalingen in taken van de overheid en door trendmatig begroten, waarbij je trendmatig naar beneden gaat, hoe kun je nou door een combinatie van dat soort dingen zorgen dat je de overheid financieel een beetje in de touwen houdt en gaandeweg beperkt. Hè? Ik had er zelfs een motie over ingediend en zo. En dan kreeg je de appreciatie van de minister, Kaag dus, die op het punt stond om naar Suriname af te reizen, die dan zegt van ja, maar het is helemaal niet de bedoeling om de overheid kleiner te maken. Echt zo van, waar is die man mee bezig, weet je wel? Mm-hmm. Ik denk, ja, dat is een beetje, dat deed me een klein beetje aan jouw debat denken. Ja. Dat je zegt van ja, maar dit gaat steeds, de alomvattendheid van de overheid gaat steeds verder. Hoe houden we dat in de klauw? Bijvoorbeeld dit soort maatregelen. Ja. Dat een taak gewoon vervalt. Hè? Zo'n 1 januari 2025 houdt die taak op. Dat weet iedereen en dan stopt het, weet je wel. Dat kan best, hè? Sunset clause. Ja. Ja, precies. Horizonbepalingen. Maar dat kwam helemaal niet aan. Ik begon over de zalmnorm. Hè, haar illustre voorganger. Die dan in ieder geval heeft gezorgd dat de uitgaven en inkomsten gescheiden zijn en zo. Nou ja, dat had ze ook wel gehoord. En dat was op zich ook prima. Ik zei, ja, maar u bent daar de enige poortwachter van. Hè, want alle andere ministers willen hem uitgeven. Ja, ja, nee, dat had ze wel. Maar je proeft bij haar, ze is geen minister van Financiën in de zin van de hoeder van de stadskist. Of schatskist. Hè? Natuurlijk totaal niet. Nee. Zij is gewoon ook erop uit om dingen meer groter en belangrijker te maken van de overheid. Dus een enigszins frustrerend debat was dat. Ja. Maar goed. Ja, het hart zit er niet in. Nee, het hart zit er niet in. Nee. Nee, maar goed. Ja, jongens. Volgens mij zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending. Dat was een mooi gesprek. We zijn er goed door. Dit was Forum Insight. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.